Welkom allemaal. Deze vlog gaat over het berekenen van je calorie, oftewel je energieverbruik per dag. Ik zal ons even kort voorstellen. Ik ben Paula den Blanke en dit is Frank den Blanke. Ik ben in de race om 5 kilo vet af te vallen. Superleuk om dat samen te doen. Frank heeft mijn schema's geschreven, zowel voeding als trainingsschema's. Die kunnen jullie ook volgen. De link staat hieronder. En zoals net gezegd, deze video over het verbruik van je calorieën, hoe je dat kan berekenen. Het is niet echt een normale vlog, maar bij deze zitten we in het klaslokaal om dit allemaal te leren. Ik zou zeggen, Frank, brand los. Oké, nou het eerste waarmee we gaan beginnen is, wat is nou belangrijk bij voeding? Want heel vaak zie je in de krant en in de media, zie je heel veel dingen voorbij komen wat belangrijk is. Ik ga even een simpele piramide voor jullie tekenen. Dit is de tabel van wat belangrijk is. Het belangrijkste staat onder, het minst belangrijkste staat boven. Calorieën. Ik ga hem zo even uitleggen. Ja. Oké, ik heb het sommige woorden een beetje afgekort. Calorieën. Het aantal calorieën dat je per dag inneemt is het meest belangrijke voor het daadwerkelijk resultaat. Want dat geeft namelijk aan wat jouw lichaamsgewicht per dag gaat doen. De macronutriënten moet je denken aan eiwitten, koolhydraten, vetten en alcohol. Mm-hmm. De beste verdeling hiervan. Dan hebben we de micronutriënten, vitamine, mineralen en water. Dan hebben we wanneer je wat eet en supplementen. Dit deel wordt heel veel aandacht aan besteed. Is denk ik hooguit 2-5% van je resultaat. Dit deel is meer dan 80% van jouw resultaat. Dus waar we voornamelijk op gaan focussen om 5 kilo vet te verliezen, is dit onderste gedeelte. Nou, we gaan hem heel even schoonmaken. Ja. Nou, we gaan nu de berekening uitschrijven van hoe je je voeding kan berekenen voor jou om jouw doel te behalen. Ja. Ik ga Paula laten schrijven, want als ik het doe, het regelmatig, gaat het waarschijnlijk een heel hoog snel tempo. Dus krijgt Paula de stift. In de tussentijd kan je even een pen en papier bij de hand pakken. Of zet de video even in pauze en dan pak je pen en papier bij de hand. Dan kan je gelijk meeschrijven. Yes. Ik heb een voorbeeldpersoon genomen. Persoon X, 65 kilo, 1,75 meter, 28 jaar. Nou, dan gaan we de calorieën voor berekenen. Nou, Paula, de eerste stap die we gaan doen, ja. We gaan het lichaamsgewicht keer 22 doen. Oké, okay, hier mag ik beginnen. Dus dat is in dit geval 65 kilo keer 22. Dan pakken we even de rekenmachine erbij. Even kijken. Ja, dat is 1430. Nou, dat is 1430. Dit is het basaal metabolisme. Dat houdt eigenlijk in, als je op bed ligt en je zou niet bewegen, zou je ongeveer dit verbruiken. Nou, dan hebben we nog een volgende tabel hebben nodig. Dat is de activiteitenfactor. Die staat hier boven in de hoek. Dit is eigenlijk van hoe actief ben je. Wat voor baan heb je? Sport je? Dus hoe actief ben je op een dag? Nou, ik ga even aan deze kant staan. Dan kunnen jullie nou met mij meekijken. 1.3 tot 1.6 is eigenlijk niet actief met 3 tot 6 keer per week sporten. Dan hebben we licht actief is 1.5 tot 1.8. Zeer actief is 1.7 tot 2.0. En heel erg actief is eigenlijk topsporter 1.9 tot 2.2. Nou, er zit een overloop tussen deze waardes in. Waarom is dat? Omdat het is een range. Het is niet zo van, oké, ik ben, laten we zeggen, ik sport 4 keer per week. En ik heb een kantoorbaan, dan ben je precies dit nummer. Dat verschilt per persoon. Mm. Een voorbeeld daarvoor is namelijk, stel je neemt een identieke tweeling, even lang, even zwaar. De een eet zo. En de andere heeft een hele dag een trilbeen. En die eet ook op dezelfde manier. Degene met een trilbeen zal in werkelijkheid meer calorieën verbranden. Ja. Alleen dat is niet te berekenen. Dus daarom is er een beetje speling. Ja. Maar stel, ik heb kantoorbaan en ik train sowieso 4 keer in de week. Waar val ik in? Hoogst waarschijnlijk in de bovenste. Oké. Okay. Dus ik zou je dan ongeveer op 1,5 zetten. Op dus, 8, ja. 1,5, dus 1,5. In die richting zou je zitten. Schat jezelf niet hoog in. Mm-hmm. Ik heb maar ooit één keer iemand gehad die in deze terecht kwam. En dan moet je echt serieus 2 keer per dag, zeer fanatiek, tot 1,5 tot 2 keer per dag sporten. Oké, okay, ja. Dat gaat bijna niemand halen. Dit zou je mogelijk kunnen halen als je 6 tot 7 keer 1,5 uur per week sport. Plus een fysieke baan hebt, zoals een bouwvak of iets dergelijks. Ah, wauw. Oké. Okay. Ja. Oké, okay. Dus wat we gaan doen? Nou, we pakken persoon X. Ja. Die gaan we keer 1,5 doen. Oké.
keer 1,5. Dus dan doen we hier even 30 keer 1,5. Ja. Is. Keer 1,5 is 2, 1, 4, 5. Ja. Ja. We doen hem ook keer 1,3. Oké. Dat zet ik hem dan even achter. 14,30. Ja. Keer 1,3. Yes. Is 18. 9. Ja. Mm-hmm. Nou, ergens tussen deze range zal je ergens terechtkomen. Dus het gemiddelde hiervan. Ik ga heel even de camera iets uitzoomen zodat jullie het iets beter kunnen zien. Dat komt. Maakt niet uit. Dus je telt die twee bij elkaar op. Ja. 1 deel door 2. Is 4004. En dan gedeeld door 2 is 2002 calorieën. Check, ja. Yes. Dus we gaan het voedingsschema in dit geval, voor persoon gaan we op 2002 calorieën bouwen. Ja. Gaan we het even leegmaken? Yes. En ik schrijf alles hier ook beneden. Het YouTube filmpje schrijf ik alles in een voorbeeld uit. Dus dan kan je het aan de hand daarvan ook nog een keer zelf berekenen en rustig nalezen. Yes. Dus we zitten hier boven 2002 calorieën. Ja. Oké, dit is zijn onderhoud per dag. Dus nu gaan we nog uitrekenen hoe je gaat afvallen. Ja, oké, goeie. Oké, ik ga even de pen overnemen. Yes. We hebben drie manieren. Ik wil even van deze kant opschrijven, hoe we meer ruimte. 0,5% per week. 1% per week. 1,5% per week. En dit is vetmassa of is dit? Nee, dit is op basis van je lichaamsgewicht. Oké. Okay. Nou, 1,5% per week, zou ik zeggen nu al, vergeet dat. Voor 9 van 10 mensen, tenzij je zeer groot overgewicht hebt, zou ik het niet aanraden. Dit is alleen als ik iemand zou krijgen, Paulus zou tegen mij zeggen, ik heb over 4 weken een fotoshoot, ik moet over 4 weken in shape zijn. Dan zouden we misschien dit doen, dit is drastisch, dat is echt crashdiëten. Raad ik niet aan, ze gaan er niet aan beginnen. Voor 99% van de mensen raad ik gewoon aan 0,5% per week omlaag. Oké. Okay. Mag jij de rekenmachine erbij houden? Yes. Oké, doen we 65 kilo, je eigen lichaamsgewicht, keer 0,005. Oh, wacht. En daar komt uit. Keer 0,005 is 21,13. 21,13. Dit is heel bijzonder. Wacht, dit doen we even opnieuw. Dit wil ik ook wel even. Oh, 0,3. Ik wou er. Oké, hoeveel ga je? 0,325. Oké, dit is het aantal kilo dat we gemiddeld per week omlaag gaan. Dus het is iets meer dan 3 ons. Oké, gaaf. Ja. Mm-hmm. Wat we nu gaan uitrekenen. 7000 calorieën. Keer 0,325. Is. 7000 calorieën staat voor 1 kilo vet. Dat is ongeveer gemiddeld genomen. 2,275. 2,275 zei je? Ja. Oké, dit is het aantal calorieën dat we per week in mindering gaan brengen. Mm-hmm. Dus, wat we doen, dit aantal, 2002 calorieën. Keer 7. Ja, keer 7. Want dit is per dag, en dan gaan we nu een week aantal van maken. Is 14.014 calorieën. Ja, en dan min. Min. 2,275 is 1100. 739. Zo. Ja. Gedeeld door 7. Is 1677. Oké. Wat we nu hebben berekend, dit is een rekensom. Dit is het aantal calorieën wat je nodig hebt om 0,5% lichaamsgewicht per week gemiddeld te gaan verliezen. Als je een persoon X bent van 65 kilo met een onderhoud van tussen de 1,3 en 1,5 in ongeveer. Ja. Ja? Helder.
Dus dit aantal gaan we hier boven naar beneden zetten. Geef ik die aan jou? Mm-hmm. Oké, dan gaan we nu verder naar de volgende stap. En de volgende stap is het berekenen van de macronutriënten. Dat is de verdeling van de eiwitten, koolhydraten en vetten. Alcohol slaan we heel even over, omdat we dat gaan we niet elke dag doen. Het kan eventueel wel, dat zal ik misschien in een ander video uitleggen. Ja. Alleen we gaan beginnen met eiwitten, koolhydraten en vetten. Ook boeiend. Ja? Mm-hmm. Het eerste wat we gaan doen is de eiwitten. Zullen we hiermee beginnen? Ja. De eiwit. Noemen we 65 kilo. Keer. Ja. Nou, voor vetverlies, eigenlijk is spieropbouw tot 1,7 tot 1,8 gram per kilo lichaamsgewicht is effectief. Okay. Voor vetverlies ga ik meestal, geef ik aan, doe iets hoger, want geef meer verzadiging. Dus je zit meer vol, waardoor je minder snel honger zal hebben en makkelijker je eetpatroon zal kunnen volgen. Ja. Dus in dit geval doen we hem even keer 2. Dus 2 gram per kilo 30. Is 130 gram. Oké. Okay. Oké, okay. Dan gaan we de volgende doen, is vet. Ja. Dat zijn de vetten. Nou, vetten doen we op basis doen we een percentage van het totaal aantal calorieën. Dus op basis van deze som. Dus pak ik de calculator er pas bij. Oké, tussen de 15% en 30% zou ik ongeveer aanraden. Heb jij een voorkeur voor meer koolhydraten? Dus laat zeggen, je houdt van brood, rijst, pasta. Hou je vetten dan wat lager? Ben je fan van, laat zeggen, zalm, avocado, noten? Dan doe je vetten wat hoger. Okay. In dit geval doen we gewoon het gemiddelde, dus 25%. Mm-hmm. Dus van de 16,77 rekenen we 25% uit, dus keer 0,25. Ja. En dan komt er een aantal uit. Eén tip, als vrouw, ga niet te laag in vet. Ik raad zelden aan om vrouwen onder de 20% te gaan, omdat dan kan je last krijgen van hormonen. Oké, er komt 419 calorieën uit. Ja. 1 gram vet is 9 calorieën, dus dit aantal delen we door 9. Gedeeld door 9 is... Even afgerond. Oké, is 47 gram. Ja. Wat we nu overhouden, is het resterende aantal calorieën. Dat zijn de koolhydraten. Hoe gaan we dat berekenen? We hebben die 419. Mag ik voor mij even hier neerzetten? Ja. Oké, dan 1 gram eiwitten is ook 4 calorieën. Dus we doen 130 keer 4. Jonger? Doen we dat plus. Oh zo, ja. Is 520. 130 keer, wat zei je ook weer? Keer 4. 4. Aansluiten is. Oké, dit is 520. Aansom. Oh ja. Oké, okay, die twee bij elkaar opgeteld is 939. Check, check, double check. Ja. Oké, okay, wat we nu gaan doen. We weten hoeveel calorieën de eiwit en vetten gebruikt hebben. Noemen we de 1677. Ja, dan doen we min. Min 939. Is 736. 38. Bijna goed. Gedeeld door 4. 1 gram koolhydraat is ook 4 calorieën. Gedeeld door 4. Is 184,5. Ronden we af naar 185. Top. Oké. Okay. Wow. Dus de uitkomst is voor jou, voor dit voedingsschema van deze persoon. 130 gram eiwit. Eiwit. 47 gram vet. 47 gram vet, yes. En 185 gram koolhydraten. Top. Oké, okay. Dit laat ik even staan. Bovenste deel ga ik even weghalen. Ik moet ook weg. Het is wel heel leuk om te weten, want heel vaak wordt er gegist van, oh ik kan zoveel calorieën, of ik moet dit zo. Mocht dit nog onduidelijk zijn, laat hieronder gewoon een reactie achter. Dan gaan we proberen iets duidelijk uit te leggen nog. Als het nog niet helemaal duidelijk is, maar dan kunnen we dat specifieker doen. Dus je kan desnoods even je som hieronder zetten en dan kunnen wij hem ook nakijken of die klopt. Ja, en ook andere vragen, hè? Dan beantwoorden we die denk ik in het volgende filmpje of we reageren direct op de comments. Dus laat het echt weten, want dan gaan we daarop in. Oké, waar we nu mee verder gaan. Nu hebben we deze macro's met dit aantal calorieën. Dan denk je van, ja dat is leuk, maar wat moet ik nu eten per dag? Nou, dat ga ik je nu uitleggen. Nou, dat laat wel staan. Dat kan wel best op. Oké, de volgende stap die we gaan kijken is van, hoe vaak eet jij per dag in jouw leefstijl?
Ben je iemand die 3 keer per dag eet? Eet jij 5 keer per dag? Eet je 6 keer per dag? In principe maakt het niet zo heel veel uit. Heel vaak is er een mythe geweest van, je moet om de 2 uur eten, 6 keer per dag. Maakt helemaal niks uit, zolang je maar binnen je behoefte blijft. Ja. Dus kijk gewoon wat fijn is voor jouw leefstijl. Van, kan jij 3, 4, 5, 6 keer eten? Kijk, voor dit voorbeeld, noem even 5 keer per dag. Dus als je gewoon hier 5 maaltijden opschrijft. Ja, 8 uur 's ochtends. Ja. Doen we 10:30. Doen we 1 uur. 15:30. Dat is een hele grote sprong. Doe maar 16:30, ja. En dan doen we 8 uur. En even een vraagje, want sommige mensen die zeggen ook wel van joh, 's ochtends moet je dit en dit eten en voor het slapen mag je dat niet eten. Is daar iets van waar? Of? Er is een klein deel van waar voor, laten we zeggen, prestatieverbetering. Mm-hmm. Alleen, als je 5 kilo kwijt wil, zou ik je daar nog niet heel druk om maken. Laten we zeggen, pas als je naar de Olympische Spelen gaat of je gaat bij de wereldkampioenschap meedoen, dan zijn dat soort dingen interessant. Okay, anders, top, voor een gewoon normaal persoon zou ik zeggen, ga je niet daar te veel druk op maken. Ga eerst op die belangrijke dingen zoals de calorieën en de macro's focussen. Ja. Heb je dat al, laten we zeggen, 6 maanden tot een jaar onder de knie, kan je daar misschien erover aan gaan denken. Ja, maar dat was eigenlijk ook die piramide, hè? Want je zei timing, dat komt bovenaan de piramide, dus dat is echt latere zorg. Dus laten we zeggen, de timing is echt iets wat ik pas bij wedstrijdatleten adviseer. Ja, Oké. Nou, we hebben nu 5 maaltijden per dag. Dan hebben we deze macro's, die gaan we verdelen over de 5 maaltijden heen. De eerste stap die we gaan doen is, eiwitten verdelen we evenredig over de dag heen. Waarom doen we dat? Als je eiwit ongeveer gelijk houdt gedurende alle maaltijden, dan heb je een beetje verzadigend gevoel, dus je zit meer vol. Laten we zeggen, je zou bij het ontbijt geen eiwitten doen de rest van de dag, dan ga je waarschijnlijk om 10 uur ga je al onwijs veel trek krijgen. Oké, dus dat is 26? Ja, 26 gram. Dus wat Paula nu heeft gedaan, is 130 gedeeld door 5. Yes. Oké. Door denk ik naar de vetten. Ja, naar de vetten. Die kunnen we in principe ook evenredig verdelen. Dus dat doen we, daardoor gaan we gewoon om het makkelijk houden. Dat zal ongeveer 9 gram per maaltijd zijn. Ja. Even afronden, iets naar beneden. Als je 1 of 2 gram ergens tekort komt, is het niet een ramp. Je hebt wel een beetje speling van, laten we zeggen, 10 eronder, 10 erboven. Dus, als ik even één voorbeeld geef, met de range, dan bedoel ik bijvoorbeeld de eiwitten. Ik zou zeggen, focus in dit geval tussen 120 en 140 gram. Daar wil je ergens eindigen. Je hoeft er niet precies op te zitten. Bij vetten, dan doe ik meestal 5, dus zou ik zeggen 45 tot 50 gram. Dus je hoeft er, en koolhydraten is precies hetzelfde als eiwit, is ook van 10. Dus je hebt wel wat speling, je hoeft niet precies dat nummertje te halen. Als je een beetje in de buurt zit, is het goed. Ja, en hoeveel was ook weer bij vrouwen met vet? Ja, dus tussen de 5. Ja. Dus tussen de 45 en 50 in dit geval. Ja. Oké, wat we gaan doen is bij de koolhydraten gaan we bijvoorbeeld zeggen van oké, we gaan meer koolhydraten s'avonds eten, want je wil s'avonds een grote pasta maaltijd eten. Zo, daar ben je fan van. Nou, wat je bijvoorbeeld kan doen, is we doen, laten we zeggen, we doen 60 gram hier. Doe ik hier nog een keer 60, dan heb ik er 120. Doe ik er 30, is 150. 60 en nog 25. Ja. Dus je kan gewoon een beetje spelen en er komt er wat uit. Op basis hiervan kan je met bijvoorbeeld een gratis telefoon hebben, MyFitnessPal, FatSeeker, dat zijn allemaal calorietellers die je kan gebruiken. Daar heb je ook websites van, MyFitnessPal.com, als je dat intypt, kan je een gratis account aanmaken en dan kan je calorieën per dag bijhouden. Je kan producten scannen en dan kan je precies invullen waar het uitkomt. Je kan het ook ouderwets nog gewoon op een pen en papier doen en alle calorieën opschrijven die op de verpakking staan. Dat is wel vrij veel werk, maar als je dat wil, kan dat. Ja, in het volgende filmpje, of een volgend filmpje, wil ik ook laten zien hoe ik mijn fitnesspal gebruik. Want dat is ook de app die ik daarvoor gebruik. En wat ik eet op een dag en hoe ik hiermee speel. Afgelopen week, ik ben al helemaal begonnen met de 5 kilo afvallen. Afgelopen week ben ik al omlaag gegaan in gewicht en heb ik ook gewoon lekker mijn pizza gegeten. En heb ik ook een wijntje met vrienden gedaan. Dus het kan. En ook mijn bord met pasta zoals hier staat. Dus dat kan. Je kan ermee spelen. En dat vind ik ook het leuke, zeg maar, met hoe dit werkt. En, dus dat komt nog. Ja. Nou, dus wat we gaan doen, en wat je uiteindelijk gaat doen, is wat ik zou adviseren, is voor elke maaltijd maak 3 opties. Je wil niet elke ochtend wakker worden, naar beneden lopen, weegschaal bijpakken, alles precies afwegen. Als jij voor jezelf weet, ik neem 2 gekookte eieren hiervoor. En ik neem een klein beetje een muesli met kwark.
dat zou je ontbijt zijn en je weet precies wat voor hoeveelheden dat eigenlijk zijn, dan hoef je dat eigenlijk niet meer af te wegen op een gegeven moment. Je weet het op een gegeven moment, zo wordt het makkelijker. Ja. Maar ga je een keer iets anders proberen, ja, dan ga je natuurlijk even afwegen. Als je een nieuw recept gaat uittesten, weeg het dan wel even af, want dan weet je precies wat erin zit. Ik raad wel aan om één keer sowieso alles af te wegen wat je gaat eten. Ga niet schatten, want je schat vrij gauw ernaast. Ik heb als... Ja, dat heb ik ook ervaren. Ik kan je een mooi voorbeeld geven. Ik train de nummer 2 bodybuilder van Nederland. Ik vroeg aan hem laatst, gewoon bord en foto van hoeveel calorieën is dit. Hij zat er 1500 calorieën naast, zoals een bord met pasta. Hij zat er gewoon 1500 calorieën naast. Dus zelfs iemand die daarin getraind is, heeft niet een idee van hoeveel calorieën er op een bord kan liggen. Ja. Dus daar vergis je heel erg in. Dus op basis hiervan zou ik zeggen van deel hem in. En kijk hoe ver je komt. Nou, dit is wel het lastige gedeelte. Dus ik ga een paar tips geven. Eiwitten. Wat zijn eiwitrijke producten? Vleesproducten zoals kip, kalkoen, biefstuk, magere rundegak. Zijn allemaal eiwitrijke producten. Denk aan zuivel, kwark, Griekse yoghurt, kaas, melk. Zijn allemaal eiwitrijke producten. Eieren is een makkelijke. Gaan we even over naar de vetten. Zalm, avocado, noten. Olie waarin je bakt, dat is eentje waar mensen heel gauw door fout gaan. Denk aan olijfolie, kokosolie, roomboter. Die tellen allemaal hiermee mee. Ja, dus die moet je ook echt wel meetellen als je gaat bakken en gaat doen. Dan, ja, dus dat gaat vrij snel. Ja. Dan hebben we nog de koolhydraten, dat zijn waarschijnlijk het makkelijkste. Brood, aardappelen, rijst, pasta, havermout, muesli, fruit valt eronder. Nou, wat nog wel belangrijk is om te vermelden bij de koolhydraten zijn de voedingsvezels. Dus ik schrijf ze even hierop, vezels. Daar wil je op letten, als je een verpakking kijkt, dan pak je bijvoorbeeld een verpakking in de koelkast en je kijkt daarna, zie je calorieën, kilojoule, eiwitten, staat koolhydraten en een stukje eronder staat waarvan vezels. Ja. Nou, de vezels die zorgen er eigenlijk voor dat het goed door de darm heen gaat, dat je niet last van je darmen krijgt. En de vezels zorgen er ook voor dat je verzadigd bent, waardoor je minder honger hebt. Wat ik zou aanraden, per 1000 calorieën die je eet, 10 tot 14 gram. Dus in dit geval, persoon X eet 1677 calorieën, zou ik zeggen, eet ongeveer 18 tot 20 gram vezels per dag. Dat zorgt ervoor dat je stoelgang goed op gang blijft en doe je alles. Dan maakt je suikerhoeveelheid niet meer uit. Als je eenmaal je vezels hebt gehaald, kan je best een snoepje eten. Dat is geen probleem. Ben je nog niet bij je vezelaantal, zou ik zeggen van... Kies een koolhydraatsoort waar veel vezels in zitten. Dat zijn vaak niet ongezonde dingen. En dan kom je er ook. Wauw. Ja, dit dat is eigenlijk de basisuitleg van hoe je een eigen afvalschema kan samenstellen om af te vallen. Ja, en misschien nog wel heel leuk om te benoemen. Tenminste, dat heb jij mij verteld als opdracht meegegeven. Wellicht voor jullie ook leuk om te doen. Om je gewicht, zeg maar, elke ochtend te meten. Maar een gemiddelde nemen per week. Dus ik heb ook wel eens, dan sta ik op de weegschaal en dan ben ik 300 gram of een halve kilo lichter. En dan juich ik helemaal het huis door. Maar dan zegt Frank, ja dat is leuk, maar het gemiddelde per week. Want dan kan je pas echt zien of je naar beneden gaat met je gewicht. Want een gedeelte is ook vocht. Dus de ene dag is je vochtbalans gewoon simpelweg anders dan de ander. Meet dat 2 weken en dan weet je helemaal... Ik zal even een kort voorbeeld geven, want dit is misschien best lastig. Nou, stel, we nemen even persoon X als voorbeeld. Mag jij de rekening dus even pakken? Got it. Normaal zou je 7 doen. Ik doe in het voorbeeld ook even 4. Kan je het gemiddelde hiervan berekenen? Zeker. Eerst is 65,48. Oké. En dan next. Dus wat je doet, je schrijft al je wegingen gewoon op. Rekent aan het einde van de week reken je gemiddelde uit. En dan doe je bij de tweede week doe je dat weer. 64,95. Oké. Nou, dus nu kan je zien, letterlijk ben je 6 ons afgevallen. Dus 650 gram is deze persoon afgevallen. Terwijl, letterlijk, stel, dit zou de donderdag zijn. En ik zou dit vergelijken met de vrijdag. Dan denk je dat je 1,2 kilo kwijt bent.
Terwijl het eigenlijk niet zo hoeft te zijn. Het kan zijn dat je die dag in plaats van kip tonijn hebt gegeten waar iets meer zout in zit. En je hebt 3 glazen water mee gedronken, waardoor je tijdelijk even iets zwaarder bent. Dat wil niet zeggen dat je dikker bent geworden. Daar gaan heel veel mensen de fout in. Dus ik zeg, weeg elke dag, kijk naar je gemiddelde per week. En als je dit schema goed volgt met 0,5%, dan zal je er echt letterlijk, laat ik erbij in dit voorbeeld. Zou dit naar beneden gaan, je zal ongeveer dit zien. Ja, hier tussenin. Dus laten we zeggen, met de maximum zou je dit omlaag gaan, met de minimum zou je dat omlaag gaan. Ja. Maar daartussenin zal je altijd eindigen, tenzij je niet aan je dieet hebt gehouden. Dus als je je niet aan de calorieën hebt gehouden, ja, dan gaat dit niet kloppen. Maar als je dit wel doet, dan klopt dit precies. Dit is wat ik ook in mijn coaching zie, dat ik aan mensen geef. Mensen die echt letterlijk doen, die gaan letterlijk 20 weken op rij, zie je precies wat er gaat gebeuren na voorspelling. Ja, en nog het laatste ding, en dan stoppen we. Wegen gelijk na... het opstaan, na je eerste plasje, dan wegen. Dus niks ertussen doen, opstaan, naar de wc en wegen, dat is... Niet stiekem water drinken of iets eten. Maar dat is mijn routine van de ochtend, dan weet je dat alvast. Nou, ik ben heel benieuwd wat jullie van deze vlog vonden. Het was echt een hele informatieve vlog. Volgende keer ga ik weer trainen, laat ik weer andere dingen zien. Nogmaals, alles komt hieronder te staan. Heb je vragen, stel ze via Instagram, Facebook of via YouTube. Laat het ons weten, want we zijn er om jullie te helpen. Superleuk als jullie meedoen met de journey. Ik had al verteld, er zit ook een trainingsprogramma aan. Die zet ik ook onder in de link. Dus samen gaan we voor de 5 kilo er vanaf. Heel erg bedankt voor het kijken. 2 thumbs up if you like it. En abonneren hieronder kan natuurlijk. Vind ik onwijs leuk. En bedankt. Tot de volgende vlog. Doei doei.